er zijn wel enkele gevallen waar je daaraan kunt denken. En waarin het ook bijna bewijsbaar is, bijvoorbeeld koolmonoxide. Dat de kleur van de lijkvlekken zal dan afwijkend zijn. Die zal lichter zijn dan je zou verwachten. En er is ook bekend van bepaalde zware metalen, zoals arsenicum en thallium, dat de lijkvlekken een ander aspect hebben dan je zou verwachten. Dus anders dan paarsblauw. Maar meestal, met moderne medicijnen of met drugs of met overdosering van allerlei gifstoffen, zie je eigenlijk aan de buitenkant helemaal niets. En dan moet je het dus hebben bij de lijkschouw van postmortaal onderzoek naar bloed of urine.